Dames en heren, u gaat zo meteen een reportage zien van het toneelstuk opgevoerd in het Weeshuis door de Brug, genaamd The Mousetrap. Een verhaal van Agatha Christie. Een bijzonder verhaal. Het speelt al sinds 1952 al 25.000 keer opgevoerd in Londen. Maar zo'n bijzonder verhaal dat, en dat is ook bijzonder eraan, het eind niet verklapt mag worden. We hebben het toneelstuk gefilmd en aan het eind kregen we te horen dat we het niet integraal aan u mogen uitzenden. Dat is heel jammer, want het is een ontzettend leuk stuk. Dus je moet zeker gaan kijken, alhoewel dat uitverkocht is. Maar ze overwegen nog een paar extra uitzendingen of extra voorstellingen te maken. Nu gaat u zo meteen een paar sfeerbeelden zien en aan het eind een paar interviews. En waarin wij dus niet zeggen dat we het eind niet verteld hebben. Dus helaas zult u dat niet te weten komen. Maar ik hoop dat u geniet van de beelden en alsnog het toneelstuk kunt gaan bekijken. En dan geniet ervan. Veel succes of veel plezier bij de reportage. De komende 2,5 uur is er geen contact met de buitenwereld. Het is niet toegestaan om maar met iets of iemand te communiceren buiten dit pension. Er is natuurlijk wel een moment waarop u even de beentjes kunt trekken en gebruik kunt maken van de facilitaire voorzieningen. Maar dat is dan ook alles. Oh, ik wil zo graag dat het vanaf het begin af aan goed gaat. De eerste indruk is zo vreselijk belangrijk. Er is toch zeker nog niemand, hè? God, dank nog niet, zeg. Volgens mij is alles in orde. Ja, Mrs. Barlow is er al vroeg vandoor gegaan. Slechte weer, denk ik. Waarom heeft u die mahoniehouten tafel weggedaan? Die kleine tafeltjes die bederven volledig het effect. Wij dachten dat de gasten die leuker zouden vinden. Wist u dat er daar in die eiken balk daar best wel eens houtwormen zou kunnen zitten? Deze kant op, majoor! Dit is mijn vrouw. Ach, maakte het. Compleet sneeuwstorm naar buiten, zeg. Ik dacht even dat we niet zou halen. Dat ze doorgaan, morgen 1 tot 1,5 meter sneeuw. Nooit zoiets meegemaakt, zeg. Ik ben een mysterieuze dame. Morgen, maar misschien al eerder, wij zijn totaal afgesneden van de beschaving. Dus wij hebben geen slager, geen bakker, geen krant, geen post, geen melk. Helemaal niets. Ik snap niet waarom die buitengewoon vreemde jongeman de beste slaapkamer moest krijgen. Hij was hier eerst en wie eerst komt, wie eerst maalt, Mrs. Boyle. Ja? Brigadier Trotter, dat is juist. Ga dan naar de voordeur, brigadier, zal ik open doen. Volg de legerpsycholoog, volkomen psychofreen. Een beetje een mal in mijn kop, zou ik maar zeggen. En denken ze dat hij Miss Lyon, Miss Stanning vermoord heeft? Ja. En dat hij een maniacale moordenaar is? En dat hij hier naartoe zou komen om iemand te vermoorden? Waarom? Ja, dat weet ik nog niet. Maar commissaris Happen denkt dat er een verband is. Frans, mag jij even bij de camera halen? Jazeker. Geniet nu van een welverdiend biertje naar zo'n prachtig optreden. Vond je het leuk? Ik vond dat fantastisch. Het was jullie eerste avond. Ja, het was de première. Hoe ging het? Ja, eigenlijk heel behoorlijk. Dus heel veel tekst. Dus af en toe vloog er een zinnetje weg. Maar we konden elkaar opvangen. En dat is heel belangrijk. Even een hint geven door te vragen. Moest jij niet iets vragen? En dan wat subtieler dan dat. Nee, we zijn wel heel tevreden. Het kan wel beter. En wat pittiger nog. Maar dat is ook de spanning van de eerste keer. Ik heb het niet gezien hoor. Nee. Maar wij denken, we moeten zelf altijd vinden dat het iets beter kan nog. Ja, want dit is vanavond de première. Ja. Hoeveel gaan jullie nog spelen? We gaan er geen 25.000 spelen zoals in Londen. We gaan er nog 3 spelen in principe. Heel misschien dat we een keer nog een extra doen. Maar dat is heel ingewikkeld met alle apparatuur en de huur. Dus heel eerlijk, dat weten we nog niet. Dus als we dat doen, maken we dat dan via jullie bekend als dat mag. Heel fijn. Wij vonden het hartstikke leuk, Frans. Dankjewel en succes de komende voorstellingen. Ja, dankjewel. We gaan door. Dankjewel. Dankjewel. Gaan we even verder. Loop even mee. Mevrouw. Mag ik u vragen, wat vond u van de voorstelling? Ja, heel erg leuk. Ja.
Nee. Vond u het mooi? Ja, ik vond het heel leuk. Echt geweldig. En we gaan nog een keer, want wij hebben de hoofdprijs. Nou, wat leuk. Nou, wat mooi. Ja. Volgend jaar weer. Daar gaan we weer. Ja, echt heel leuk. Kees, hoe vond jij het, Kees? Ja, geweldig. Ja, heel mooi. Licht, geluid, alles. Helemaal fantastisch. Iedereen was goed te volgen, goed te verstaan. Nee, was helemaal leuk. Prachtig. Ja, heel bijzonder. Ja. En goede acteerprestaties. De locatie is prachtig. Ja, dus nee, helemaal top. Nou, we gaan nog binnenkort veel meer van ze zien. Ja, helemaal mooi. Fijne avond. Nou, we gaan even kijken. Mevrouw Paratini, Betty, mag ik jou de camera halen? Ja, natuurlijk. Heb je het accent nog of kan je het nou loslaten? Nee hoor, ik ben nu gewoon weer Betty. Ja hoor, ik ben gewoon weer Betty. Ik kan het accent kan ik gewoon mijn eigen aanmeten, maar nee. Hoe lang heb je erover gedaan om je rol te oefenen? Ik ben gevraagd door de brug. Het was voor mij de eerste keer. Ik ben gevraagd en ja, ik vond het gewoon heel leuk. En dat is geweest. Hun zijn geloof ik begonnen in februari en ik ben ergens in april ben ik gekomen. En toen kreeg ik dus de rol gemeten als Paravigini en of ik dat met een hele rare, ja, een beetje raar accent, een beetje Italiaans, Tsjechisch, Frans, net niet. Dus vandaar. Dat was heel goed gelukt. Ja, nou ja, ik heb mijn best gedaan. Ja, fantastische rol. En nou nog een paar avonden. Jullie gaan nog een paar avonden door. Morgenavond weer. Ja, morgenavond ook. En alles is uitverkocht, hoor ik. Ja, alle voorstellingen zijn uitverkocht. We hebben zelfs nog nagedacht misschien om nog een voorstelling. Maar ja, we moeten wel even kijken of dat kan met het weeshuis, ja, met de kaartverkoop. En ook een beetje van hoe reageren de mensen vandaag en morgen, ja, op dit. Voor hetzelfde geld zeggen ze van nou, we vonden het niks. Nou, de reactie die we nu gehoord hebben, is dat niet het geval? Nou ja, ik weet het niet. We moeten het afwachten. We gaan het zien, absoluut. Dankjewel. Heel veel succes de komende avonden. Ja, heel veel. Bedankt. Oké. Arrivederla. Arrivederla. Ja. Gaan we even verder. Ja, ja, meneer Meij. Gerard, ja, nou Meij. Weer. Zo sta je bij de raadsvergadering over de begroting te praten. Ja, wat is nou het moeilijke aan deze rol? Nou ja, het moeilijke is dat je als detective moet je het gesprek constant op gang houden. Dus je kunt niet veel reageren op cues van anderen. Dus je moet heel steeds weer schakelen, dan naar die en dan naar die en dan naar die. En er was één moment waarop ik het gewoon echt helemaal eventjes kwijt was. Eventjes weg, welk moment was dat? Dat was toen ik gewoon een beetje begon te lopen alsof ik een... dus toen kon ik, in de tussentijd kon ik een beetje denken en toen kwam de tech weer naar boven. En toen is het heel slim. Ja, ja. Ja. Het is ook de première, het is de eerste avond. Ja, nee, de volgende op avond. Het kan alleen maar beter gaan. Ja, absoluut. Gerard, dankjewel. Ja. Geniet van een mooie avond. Dankjewel. En wij gaan even de regisseuse opzoeken. Hallo. Hallo. Nou, van geweldig gefeliciteerd met dit première vanavond. Hoe vond jij het gaan? Ik vond het best wel goed gaan voor een eerste première. Ja. Ik weet niet of je me hebt zien schrijven, dus ik heb nog genoeg aantekeningen, maar... Ik vond het vooral ontzettend leuk om te zien hoe de mensen erin zaten. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus. De mensen vonden het fantastisch. Ja, ja. Nou, daar ben ik heel erg blij om. We hebben iets van 7 maanden keihard gewerkt. Dus dan ga je daar wel voor. Ja. Hoe ben je... Is dat idee bij jou vandaan gekomen? Hoe ontstaat dit? Nee, de brug had al bedacht. Wij gaan de muizenval doen. En ik heb vroeger bij de brug gespeeld. Een aantal jaar geleden. En nu een theateropleiding gevolgd. En ik had een keertje tegen Gerard gezegd. Van, als jullie nog een regisseur zoeken, dan vind ik dat wel interessant. Nou, toen hebben ze aan mij gedacht. En toen zeiden ze de muizen van, en toen zei ik, oké, dat gaan we doen. Dat lijkt mij wel. Waarom is dit zo'n bijzonder stuk? Wat ik vind dat je merkt, ook tijdens nou ja, dat het nu gespeeld is, dat het A, heel komisch is, maar tegelijkertijd ook spanning heeft. En ik weet niet of mensen echt bang zijn geweest. Dat probeerde ik er ook nog een beetje in te krijgen. Maar dat er zoveel in zit. Dat het niet alleen maar comedy is of alleen maar spanning. Of, er zit zelfs een beetje liefde in hier en daar. Dus dat vind ik er zo leuk aan. Ja, en natuurlijk dat je steeds de bal bij iemand anders legt. Wie heeft het nou gedaan? En dit is een stuk wat ook al heel lang speelt, hè? Enorm lang, ja. Ik las 25.000 keer opgevoerd. Ja. En de eerste keer Monnikendam. Geweldig. Ja. Maar ook begrijp, het is niet het begin van 25 keer in Monnikendam. Nee.
Maar het is helemaal uitverkocht. Ja. Misschien nog een paar. Drie dagen geleden al, hè? Nou, dan moeten er misschien nog een paar voorstellen bij komen. Ja. Net als Soldaat van Oranje. Ja. Ja, nou dat zouden we allemaal heel graag willen. Maar we zitten ook met veel praktische punten. Maar we gaan nog eens extra goed in de agenda's kijken. Want als je dit zo voelt, dan zou je dit meer mensen gunnen. Absoluut. Werner, wil je er ook even bij komen? Ja. Ik mag meer spelen, want dit zijn stukken waar als je het meer dan 4 keer speelt, dan gaat het meer leven. En als je het heel vaak speelt, is het misschien de lodder af. Ik weet niet, inderdaad zoveel jaar in Londen. Maar er valt nog heel veel te groeien in het stuk, dus nog maar 3 keer, dat is te weinig. Dus ik push om het meer te krijgen, absoluut. Een heel goed voornemen. Ja. Hoe vond je het vanavond gaan? Nou, ik gaf aan, er valt nog veel te groeien. Daar ging nog best wel veel mis. Maar dat hoort een beetje bij de spanning en de première die men hier speelt. Er zitten best wel witjes in dat je denkt van, dat is leuk, dat kan beter. Dus de uitdaging is er nog, maar ik ben tevreden voor het moment. Zeker de enthousiast van het publiek die je krijgt. Het publiek was dol enthousiast. Oké, daar doe je het allemaal voor, inderdaad. Ja. Hebben wij als Pim nog een dilemma? Jullie krijgen nog een aantal voorstellingen. Wij hebben dat nu opgenomen. Ik stel voor dat we de laatste 10 minuten niet uitzenden. Dat lijkt me heel verstandig. Ja, precies. Ja. Dat doen we er wel als jullie helemaal klaar zijn. Het is wet om gewoon het plot geheim te houden. Er staat ook in het Engeland, er is afgesproken met de Christus, zolang het te zien is in theater, mag het niet verfilmd worden. Dus je krijgt echt een gigantische boete op het moment dat je het wel doet. Hè? We zijn armlastig, dus dat kunnen we niet hebben. Dus dat, kleine stukjes laten zien, meer niet. Ja. Nou, dat lijkt me heel goed. Dat gaan we zeker oplossen. Laatste technische vraag. Je bent dan in het stuk ben jij bezig, ben je aan het schrijven. Beetje de Louis van Gaal bij het toneel. Wat valt je dan op? Wat schreef je allemaal op? Bijvoorbeeld of mensen op tijd op zijn. Als ze stukjes tekst omdraaien. Maar ik schrijf ook op als ik denk, hey, dat hebben we nog nooit zo gedaan. Dat is een vondst op een moment. Dus dat ik denk, hey, dat moeten we erin houden. Maar dan moet ik wel duidelijk maken dat ze dat gevonden hebben. Ja. Hartstikke leuk om te horen. Wij vonden het prachtig. Wij vonden het toe heel leuk. Verrassend ook vooral. En wij wensen jullie heel veel succes de komende avonden. En het wordt alleen maar beter. En mooier. En vooral nog langer meer voorstellingen. Wie weet. Hopelijk. Dank jullie wel. Heel veel succes. Wim kan erbij helpen inderdaad om het te promoten. Je moet het gezien hebben in Monnikendam. Want je een gemiste kans hebt op die manier. Dus, Heel veel succes. Dank jullie wel. Oké. Nou, beste kijkers, als u dit nu ziet, dan is het plot al geweest. Hoe we het gaan uitzenden, weet ik nog niet. Ik hoop dat u in ieder geval ook op televisie van dit toneelstuk kan genieten. Hier live is het natuurlijk nog mooier. En we hopen dat in Monnikendam nog veel meer gebeurt. Kom er dan zeker bij en wees op tijd met kaart inkoop, want het gaat ontzettend hard. Wij hebben in ieder geval heel veel genoten. We hopen u ook. En tot het volgende toneelstuk. Bedankt en tot ziens.